De kids van Talenta Zomerschool sloten hun 3 weken werken aan taal af met een spetterende show in Studio 15 Talent House voor ouders en bekenden. Ze begonnen met een dans flashmob. Er volgde een heus debat over beroemdheid, waarin allen zich volgens de regels van de debatkunst roerden. Het debat van vandaag houden we over beroemdheid. Alle fans komen naar je deur en zeggen dat hij BFF mag met een handtekening wil zijn. Want het is toch hartstikke vervelend als mensen de hele dag dingen van je willen bijvoorbeeld. Dan moet je medicijnen kopen en daar is wel geld voor nodig. Je hebt veel geld, maar je hebt toch andere beroepen met veel geld, zoals advocaat? Nou ben je eigenlijk een soort voorbeeld voor de arme mensen. Maar als je één fout maakt, gaat het hele internet ook vol met je fout. Goed, dus ik ga jullie complimenten geven. Jullie hebben gewonnen. Van het hele 3 weken hebben ze eigenlijk in 1 rap kunnen stoppen met z'n allen. Taal in de hoofdrol. Boven al onze verwachtingen hebben wij zoveel leuke dingen meegemaakt met Radio Almelo en A-Visie. Hè, want die hebben dan ook nog daarin meegewerkt. Ze hebben daar namelijk allemaal een echte radio-uitzending gemaakt. Werkt. En ook dat ze zelf elkaar geïnterviewd bij de radio, bij Radio Almelo. Dat is fantastisch geworden. Wie zegt, oh, dit was echt een hele gave ervaring bij de radio. En dat ga ik me nog wel even in de klas vertellen na de vakantie. En iedereen doet mee, zomerschool. Hey! Zomerschool. Iedereen doet mee, zomerschool. Ik heb voor alle kinderen een certificaat klaar liggen. Met een evaluatieformulier. En een bloemetje. Want dat hebben ze wel verdiend na al het harde werken. En hebben we nog wat voor het publiek, toch? Het publiek moet even meedoen. Want er zijn nog een beetje tammetjes. Dus iedereen, komt ie. 1, 2 en 3. Iedereen zegt hey yo. Hey yo. En iedereen zegt hey yo. Hey yo. En iedereen zegt zomerschool. Zomerschool. Zomerschool.